Yo mensen, welkom bij deze nieuwe FIFA 20 Newcastle United Career Mode. Zoals jullie in de vorige aflevering hebben gezien, hebben we heel wat spelers gecontracteerd voor vorig seizoen. We hebben nog een paar spelers verkocht en een paar spelers gekocht. Ik ga ze zo even laten zien. Nou, de eerste speler die we hebben gecontracteerd voor het volgende seizoen is Willian. Verder hebben we David Silva, Jan Vertonghen, Bonaventura en Knoche. We hebben Tuan Sebe geleend voor het half seizoen, dus nog 6 maanden. Verder heb ik Mandanda gekocht omdat Dubravka dus is verkocht aan Borussia Dortmund als het goed is. Voor best wel veel geld, iets van 20 miljoen of zo. En verder hebben we Fosu Mensah weten te kopen van Manchester United. Voor 4 jaar zit hij dus en hij is pas 22 jaar, dus hij heeft zeker nog wel een beetje potentie. En hij kan gewoon een goede rechtsback worden voor in ieder geval dit seizoen en misschien nog volgend seizoen. In deze aflevering gaan wij weer lekker wedstrijden spelen en we hebben nog de transferperiode. We hebben de wedstrijd tegen Chelsea die ik ga spelen en tegen Everton. De vorige wedstrijd tegen Everton was hier, oh ja. Toen hadden we 3-1 verloren, dus heel slecht, dan wil ik het even goed maken. En dan misschien dat ik deze wedstrijd tegen Norwich ook nog ga simuleren. Maar het ligt eraan hoe lang deze video gaat duren tot de transfer deadline day. Want misschien gaat er wel heel veel nog gebeuren. Maar eigenlijk verwacht ik niet heel veel aangezien we best wel weinig spelers hebben. Ik ga nu gewoon vooraf verder simuleren en we krijgen zo meteen dus de wedstrijd tegen Chelsea. Het wordt wel een lastige wedstrijd, ze staan vierde zie ik en wij staan zesde. We krijgen een inleen aanbod voor Tavares, ja die gaan we weigeren. Want Tavares gaan we gewoon lekker trainen, hij is al 62 rated. En hij is 17 jaar, CVM uit Brazilië, dus heel erg mooi. We hebben het afgewezen. En ja, ik ga niet mijn jeugdspelers uitlenen, misschien later. Ik heb ook nog die Cabral en Xavier, alle drie volgens mij uit Brazilië. En ik had mijn scout dus nu naar Engeland gestuurd voor een CV. Om te hopen dus dat hij een goede Engelse centrale verdediger gaat zoeken. We hebben nu de wedstrijd. Oh wacht. Voordat ik naar die wedstrijd ga, heb ik een maandelijkse scout update gekregen. Oké, hij heeft heel veel spelers gevonden. Dit wordt niks. Spelen afwijzen. Ja, deze is wel heel erg slecht. 43 rated kan niet maximaal worden. Dat is heel slecht. Deze is ook heel slecht. Deze ook. Even kijken. Dit kan misschien nog wel. Eden Hill. We gaan hem gewoon naar onze. We gaan hem gewoon tekenen. En dan ga ik wel even kijken bij de jeugdafdeling hoeveel dating hij is. Kijk, het is een linksachter. Ja, dat had ik eigenlijk niet van. Ik had eigenlijk een centrale verdediger. Ja, ik laat hem dan toch gaan. Ik laat hem gewoon gaan, denk ik. Want ik heb liever gewoon echt een centrale verdediger. Dus dan ga ik mijn scout maar weer verder laten zoeken. Hij doet het eigenlijk niet zo goed. Want vorige keer had hij ook al een scout update. Had hij ook echt gewoon geen goede spelers gevonden. Dus ik denk dat ik hem... ja, ik laat hem nog even één keer daarheen gaan. En als hij dan weer met slechte spelers komt, dan ga ik hem gewoon terughalen. Maar in ieder geval, ik ga nu even de opstelling klaarzetten. En dan zie ik jullie zo meteen weer bij de wedstrijd tegen Chelsea. Oké, hier zijn we dan tegen Chelsea. We spelen thuis dus in ons eigen stadion. Ja, de opstelling stond eigenlijk zo goed als klaar. En hier zien we Mbappé. Mbappé start weer in de spits. Want in de vorige aflevering liet ik hem dus ook in de spits spelen. En hij scoorde echt heel veel. Had ook gewoon in een paar afleveringen geleden, ik denk 2. Had hij ook gewoon een hat-trick binnen een kwartiertje. En op de rest staat gewoon Lazaro. Maar ja, ik hoop dat we gewoon minimaal 1 punt kunnen pakken tegen Chelsea. Al gaat het denk ik wel lastig worden. Oh, lekker verdedigd hier hoor. Hier kwamen we bijna op 1-0 achter. Maar werd goed verdedigd gewoon van. Ik denk op aan Meccano. Wat is dit dan? Is dit nou gewoon een eigen goal? Oh, wat slecht hé. We gaan even eraan kijken. Wat is dit dan ook weer? Ja, het is gewoon een eigen doelpunt van de verdediger. Met zijn schouder of zo. Hoe krijg je het ook voor elkaar? Upamecano. Echt heel jammer dit hoor. In de 31ste minuut. We spelen nog best wel goed. En hebben we nog best wel goede aanvallen. En dan komen we zo achter. Ja, hier komen ze. En de score is 0-2. Heel jammer dit. Verdediger zat er in eerste instantie wel nog tussen. Maar dan belandt die bal gewoon weer met zoveel geluk bij hem. Ja, toen kwam hij gewoon 1-op-1 met de keeper en dan kon hij hem heel makkelijk erin schieten.
Hier zien we nog in de herhaling. Die bal komt in eerste instantie tegen de verdediger. Komt hij weer terug bij hem en schiet hij hem er dus gewoon in de rebound eigenlijk erin. Mandanda kon hem ook niet tegenhouden, jammer genoeg. Goeie paas hier hoor, Lassado. 1 op 1 met keeper, schiet hem erin. Oh, wat is dit dan? Wie is deze keeper? Volgens mij Caballero. Echt een hele goede training. Geen eens Kepa opdoen ook. Dit is echt zonde, Lassado. Je had hier wel gewoon even mogen scoren voor mij. Voorzet vanaf de vleugel. Leg de bal terug. Keeper redt het spel gaat door. Dit lijkt me het moment om met een counter te komen. Hele goede aanval. Dit moet dan toch een goal worden. Wat is dit in godsnaam? Jonge. Almiron, hé. Kom op, hé. En dit staat toch echt nergens op. Ik deed L1 en R1 ingedrukt. Dan gaat hij een hard laag schot doen. Maar dit was geen hard laag schot. Dit was gewoon echt een heel langzaam laag schot. En Mbappé hier dan. Wordt hij vastgehouden. In het midden van de 16. De keeper pakt hem. 2 minuten. We zitten in de laatste paar minuten. We zijn niet in een aanval. Misschien kan het dat worden. Geef hem maar voor. Ja, slechte voorzet. Ik moet trouwens wel zeggen dat ik Mandanda echt heel goed vond keeper. Hij heeft echt veel goede schoten eruit gehaald. En ik denk dat wij eigenlijk wel wat meer verdienen dan een nederlaag. We zijn hier nog heel even aan de aanval. Ja, en Mbappé wordt zo kaart aan de kant gebeukt. Ja, er is afgefloten. We verliezen met 0-2 tegen Chelsea. Misschien een beetje onverdiend. Ik denk dat het gelijkspel beter op zijn plaats was, maar ja. Oké, hier zijn we dan weer. We hebben zometeen een wedstrijd tegen Everton die eraan zit te komen. Maar eerst gaan we even trainen. Ik ga voor de training... Nee, ik denk even dat ik voor de jeugd ga. Hopelijk gaan ze een beetje omhoog. Tafares gaat heel erg lekker. En de andere twee gaan ook gewoon rustig aan. Maar ja, er is niemand omhoog gegaan. We gaan dan even verder simuleren. Er was trouwens nog een nieuwe wedstrijd bijgekomen. Een wedstrijd tegen Middlesbrough. Daar zie je het al, een bekerwedstrijd. Stel ik benaderd voor transfer. Even kijken hoor. Ja, van mij mag hij op zich wel weggaan. Want hij is toch echt niks waard. Gewoon, hij is 59 rated. Of 60 rated of zo. En ja, we hebben nu op rechts achter hebben we Kraft en Fosu-Mensah dus. Van mij mag hij lekker weggaan. De wedstrijd tegen Everton is hier al. We gaan heel even naar de kalender toe. We zitten in de FA Cup laatste 32. Ja, ik ga hem wel even spelen. Dus dan ga ik deze wedstrijd ook spelen en deze. En dan gaan we de wedstrijd tegen Norwich gewoon laten. Voor de volgende aflevering. Maar ik ga nu even de opstelling klaarzetten en dan zie ik jullie zo meteen. Oké, hier zijn we dan uit bij Everton. Thuis hadden we dus 1-3 verloren. Heel erg slecht. En ik wil ze nu gewoon terugpakken door gewoon kaart gaan winnen. Goeie passie naar Mbappé. En Mbappé komt hier goed door. Hij schiet, maar de keeper pikt voor hem met een goede redding. En Mbappé hier. En die bal wordt van hem afgepakt door de verdediging. We komen er lastig door. We spelen wel beter tot nu toe. En zijn meer op de helft van Everton dan hun op onze helft. Dus het gaat lekker weer de bal veroverd. Hier gaan we dan weer een aanval in. En Mbappé wordt weer onderschept. Goeie passie, Almiron. 1 op 1 met de keeper nu. Zo, goede redding van de keeper er. Lekker jongens, hier is de 1-0 eindelijk. Door wie heeft hem gescoord? Ik weet het niet. Almiron, lekker man. Het duurde wel heel even, want we hadden best wel veel kansen. Maar Pickford zat er gewoon elke keer weer goed bij. Maar dan valt hij nu eindelijk. En dan staan we nu eindelijk voor met 0-1. Het gaat allemaal lekker. En ik denk als we zo door blijven gaan, dat we ook de 2-0 erin kunnen schieten. En misschien wel de 3-0. Oké, we gaan nu de tweede helft in. En we staan met 0-1 voor. Dus het gaat allemaal hartstikke goed. Everton heeft wel een paar kansjes gehad, maar niet zulke hele grote kansen. Wij zijn wel de bovenliggende ploeg. Hier is Mbappé, plaats hem maar. En die zit erin, heel mooi geschoten hoor, laag in die hoek. Staan we 0-2 voor, we zitten pas net in de tweede helft. Dan is Mbappé hier. We gaan even de herhaling kijken.
Ja, met Mbappé in je team, jongens. Echt, wat hebben wij er toch goed aan gedaan om Mbappé te scoren? Of te kopen? Hier, hij schiet er mij heel mooi in. Maar ja, die 135 miljoen was het toen. Volgens mij 125 miljoen. Die was het echt zeker waard, gewoon hoor. Hij is vooral nu de laatste paar weken is hij echt in vorm, gewoon. Hier, Mbappé weer. Plaatsen maar. Oh, wat lekker dit, jongens. Wat een goede actie was dit, hé. En gewoon van het begin tot het einde echt een perfecte aanval. Lozano die bal daar dus had. En gewoon even verdediger 1 uitspeelt. Volgende speler uitspeelt. Dan heel lekker meegeeft. Ja, dan maakt Mbappé hem ook nog even heel mooi af met zijn buitenkant van zijn voet. Hier gaan we het zien. Wat mooi dit hoor. Zo om die keeper heen gedraaid. En dan staan we nu met 0-3 voor. En dan is die overwinning zo goed als binnen. Zit hier in de extra tijd van deze wedstrijd. Zo met 1-3 voor. Dus heel lekker gedaan. Hier worden we kaart onderuit gehaald. Ja, we zijn dus met 1-3 voor. Net als eigenlijk de vorige wedstrijd. Dat het ook 1-3. Alleen dat in het voordeel van Everton. Dus dat was jammer. Maar ja, we hebben ze goed erin gepakt. Is er nou een penalty of... Oh nee, niks. Ik dacht heel even dat er werd gefloten. Wij mogen die bal uittrappen. En dan zal er wel echt gewoon elk moment worden afgefloten. Dus ik ben benieuwd. Ja, nu. Oké, dan hebben we dus 1-3 gewonnen uit bij Everton. Heel lekker. En dan gaan we nu weer terug. Oké, we zijn weer terug. We hebben nog 2 dagen rust eigenlijk. Heel erg weinig rust hebben we. Dan hebben we dus nu de wedstrijd tegen Middlesbrough. We hebben een aanbieding als bondscoach. Nou, die gaan we natuurlijk weigeren, want ik ga geen bondscoach worden. En transfer vastgelopen, nou heel jammer. Ik ga even die opstelling klaarzetten en dan zie ik jullie zo meteen weer bij de wedstrijd. Oké, hier zijn we dan de eerste wedstrijd in de FA Cup tegen Middlesbrough. We spelen thuis en we moeten ze gewoon afmaken. Ja, ik heb een paar spelers laten rusten, zoals Mbappé en... Even denken, wie nog meer? Ja, voor de rest valt het eigenlijk wel mee wie ik heb laten rusten. Maar in ieder geval Mbappé die op de bank zit en alsnog moeten we gewoon kunnen winnen. En gewoon doorgaan naar de volgende ronde. Hier is Julington. Maak dan nu even af. Lekker, eindelijk. We hebben echt veel grote kansen gehad en alles werd gewoon tegengehouden of ging over of zo. Maar hier is uiteindelijk de eerste goal. Julington speelt ook echt vol op de aanval. En toch is Middlesbrough niet zo slecht dan, dan ik had gedacht. Ze zijn beter dan ik had gedacht. En ze hebben dus meer kansen. En ja, maar alsnog staan wij dus voor, gelukkig. Julington met een mooie goal. En hopelijk is hij niet de laatste goal van ons. Hier dan, Julington 1-1 met de keeper. Hij is langs een verdediging. Dan moet dit gewoon de 2-0 worden. Lekker jongen. Julington maakt het heerlijk af. En dan heeft hij ook alweer zijn tweede goal. Misschien kan hij een hat-trick gaan maken. Hij heeft nog 50 minuten te gaan. Dus dat is sowieso haalbaar. Ja, dit is lekker. We staan lekker voor. Moet gewoon zo door blijven gaan. Julington kwam gewoon echt goed langs de verdediging. En hij is ook best wel snel. En sneller dan de verdediging. En daardoor hielden ze hem niet bij. En dan maakt hij het ook gewoon nog netjes af. Goeie redding. Hier kwam Middlesbrough met een goede aanval. Ik heb trouwens ook even Mandanda op de bank. Dan kan hij ook heel even uitrusten. En dan kan ik Darlow gewoon even een kans geven. En tot nu toe heeft hij nog niks doorgelaten, dus hij doet het goed. Hoekschop komt voor. Uiteindelijk levert dit geen resultaten. Gewoon opnieuw. Ze kijken nu of er ergens een opening in die verdediging valt. Een grote kans hoor. Die heeft hem vast. Blijft aan de bal. Voorzet gegeven, hij staat vrij. Zo, wat een goal. Wat een goal, hé. Zat Maximin hier echt heerlijk. Het was Julington met de assist, denk ik. We gaan hem even ijzen. Hem gewoon van de ene naar de andere kant van het veld. Ja, en Zat Maximin die raakt hem zo lekker, jongens. Zo'n heerlijke volley. Dan maakt hij hem ook nog eens zo mooi af.
Dit is gewoon echt een perfecte goal. We zien het hier nog een keer in de herhaling. Echt mooi dit. We staan nu 3-0 voor. En ja, als we zo door blijven gaan, winnen we natuurlijk. Ik denk ook echt niet dat we dit nog gaan verliezen. En dan gaan we lekker door naar de volgende ronde. Oké, de wedstrijd is afgelopen. We winnen met 3-0. Thuis is dat heel erg lekker. En we zijn gewoon weer lekker door naar de volgende ronde van de FA Cup. Het is de laatste 16. En als we zo door blijven gaan, dan zou het heel vet zijn als we hem kunnen winnen. Want als we de FA Cup winnen, betekent dat we direct naar de Europa League gaan. En als een van de top 4 clubs hem wint, moeten we gewoon 6e of 7e worden. Dan gaan we ook naar de Europa League. Oké, hier zijn we weer. We gaan eventjes trainen. Ik ga voor de training sessie 2, want die had ik vorige keer niet gedaan. Dus gaat er iemand lekker, man. San Maximin gaat de rating omhoog. Helemaal mooi. En Aouar gaat ook lekker. Op de helft van de 83 deed het alweer bijna naar 84 dus. En dan gaan we nu gewoon weer wat verder simuleren. Eerst nog even naar kantoor toe. Cabral heeft iets gezegd. Ik ben blij van dat ik zoveel speel. Nou, helemaal mooi. Ik ben trots op je. Blijf gewoon zo doorgaan. En wat nog meer. Het laatste scoutverslag van Benjamin Lekomte. Ja, die hebben we nu pas gekregen. Ja, ik heb nu al een andere keeper. Eens even kijken hoor. Wat hebben we op de kalender staan? We hebben dus de deadline day. Ik denk dat we tot hier gaan simuleren. En dan hebben we Norwich gewoon voor de volgende aflevering. Dus dan gaan we nu lekker simuleren. Misschien krijgen we nog wat transferaanbiedingen. Maar ik denk het niet. En ja. Dan gaan we dan gewoon verder. We hebben niks gekregen tot nu toe. Ofwel 4 berichten in één keer. Er is interesse in Jonathan Ta. Callum Chambers. Oké. Okay. Lindelof. En oké. Okay. Ja, gewoon allemaal deze interesse stond in bla bla bla. Dat boeit niet zo heel veel. We gaan even kijken. Arsenal heeft Sabitzer en Gosens gekocht. Verder nog wat leuke transfers. Ja, Willian die dus naar Newcastle komt aan het einde van het seizoen. Zaha is verkocht. Dus aan Valencia had ik gehoord. Verder nog wat. Liverpool heeft Süle gekocht. Even zien hoor. Ja, wij hebben dus alleen Dubravka verkocht voor 23 miljoen. En hebben we heel veel spelers gecontracteerd. Dus Willian, Silva, Vertonghen is iets allemaal staan. En die komen dan allemaal volgend seizoen. Dat is heel erg mooi. En daardoor gaat ons team echt wel gelijk een stuk omhoog qua niveau. En over precies een jaar, dus in de winterse transferperiode van seizoen 2020-21, kunnen we ook weer heel veel spelers kopen met aflopende contracten van dat seizoen. Dus dat gaan we dan ook doen. Maar dat duurt sowieso nog wel even. We zijn lekker aan het doorsimuleren. We krijgen helemaal geen berichten. We krijgen nu pas een bericht. Het is geen transferaanbod. Anders waren we gelijk naar het kantoor gegaan. Ja, we krijgen echt niks gewoon binnen. Ik zie hier de Lukaku, het broertje van. Of de broer van. Die gaat naar Atalanta. En we krijgen weer een berichtje. We gaan nu even naar het kantoor kijken wat het is. Oh, het is interesse getoond. Ja, niks interessants. Dan gaan we weer verder. Dan hebben we hierna nog 1 uur te gaan. En dan zit de transferperiode er alweer op. Ik ga nu een berichtje op het allerlaatste moment. Zou je soms zien dat het een transferaanbieding is? Nee. Of misschien wel. Laatste scoutverslag. Oké, een scoutverslag van Pacheco. Oh ja, die keeper had ik ook gescout. En maandelijk verslag jeugdteam. Ah, ik kan naar volwassen team doen. Dat gaan we doen. Dus dan hebben we weer een nieuwe speler in het volwassen team. En ik denk dat ik toch nog wel even de wedstrijd tegen Norwich ga simuleren. Aangezien de transfer deadline day er best wel snel doorheen ging. Dus ik ga even die opstelling klaarzetten en dan gaan we hem daarna simuleren. Oké, de opstelling staat klaar. Dan gaan we nu de simulatie in. Mbappé op rechtsbuiten. Joelinton in de spits. En we moeten gewoon winnen. We spelen thuis. Dus wat gaat het worden? Wat? Ja, dit staat ook weer nergens op, jongens. Worden 2-2. Ja, als we dit hadden gespeeld, hadden we het sowieso gewonnen, denk ik. En dan gaan we het simuleren, wordt het 2-2. Wat is het ook weer voor onzin, hé? We staan momenteel wel nog 6e gelijk met Leicester City. En 2 punten onder Manchester United. Dus we draaien op zich best wel een goed seizoen tot nu toe. En als het zo door blijft gaan, dan ben ik zeker niet ontevreden. Dit was alweer deze video. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.